Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken. Ja, ik heb weer een pakketje, een verrassingspakket voor jullie. Van de Lidl. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ja, een pakket van de Lidl. Ik heb dus weer een nieuw pakket van de Lidl gekocht. Zelf gekocht, niet gesponsord. Ja, gesponsord, ik heb mezelf gesponsord. Dus, ik weet wat erin zit. We gaan het uitpakken. Het gaat op AQ. En er zullen best wel meer reviews van zijn op internet, maar dat interesseert me niet. Ik denk, weet je wat, ik laat jullie gewoon mijn review zien over dit apparaat. Dus we gaan het openmaken en we gaan kijken wat in die toverdoos hier zit. Zo. Kijk, dat zijn altijd van die fijne verpakkingen, die kan je mooi openmaken. Zien jullie dat? Zo. Een accucompressor. En, was ik helemaal vergeten. Tada! Een zaklamp. Een zaklamp die je op accu kan gebruiken. Nou ja. Die review ik vandaag niet. Als jullie dat willen, dan schrijf dat onder de comment, dan ga ik die reviewen. Maar ja, een zaklamp, jullie weten wat die doet, hè? Licht geven. Ja, zo moeilijk is dat niet. Ja, Parkside. Ja, zoals jullie weten, ik koop regelmatig wel wat van de Parkside. Als ik het nodig heb, hè? Alleen als ik het nodig heb. Ik ga niet dingen kopen die ik nooit gebruik. En nu is dit een compressor op accu. Nou. Dat is heel simpel. Ik heb een camper en daar ga ik niet op vakantie. En daar heb ik een hele mooie compressor bij gekocht. Ja, ik niet nagedacht. Die compressor gaat op 220. En als ik pech krijg onderweg en ik wil mijn banden pompen, heb ik geen 220 aan boord. Dus ik neem gewoon wat van die Parkside accu's mee. Want ik heb, ja, kijk naar die video. Een Parkside koffiezetapparaat. Dan neem ik meestal al mijn accu's mee. Een stuk of 8 accu's neem ik daar mee. En een lader, die kan ik wel op in de camper opladen. Niet de lader, maar de accu. Daar kan ik accu's mee opladen in de camper. En nu dacht ik van, weet je wat, we hebben ook nog een airtrack. Ik weet niet of jullie zo'n ding kennen. Of een airtrack, nee, een supplank is dat. Een airtrack heeft mijn dochter, die doet turnen. Ik heb een supplank. En ik dacht, met die pomp, pomp ik die wel op in vakantie. Maar ja, het was daar 30 graden. En toen ik die opgepompt had, meende ik dat ik naar het ziekenhuis moest. Zo heet had ik het. Dus vandaar dat ik dit pompje gekocht heb. Zo, we gaan eens kijken. Er zitten geen accu's in. Er staat dat er een luchtpomp, 20 volt. Nou, die kan je als compressor gebruiken en als luchtpomp. Ik kan tot 10,3 bar. Nou, dat is nogal wat. 3 jaar garantie weer. 3 jaar garantie. Er zitten ook nog van die nippeltjes bij. Voor wat voetballen op te pompen. Ja, voor de rest. Ja, ik weet het niet. Ik zal het zien. Ik weet niet of er iets digitaal in te stellen is. Ik heb niet gekeken. Ik vond het gewoon instellen klaar. Of instellen klaar. In het winkelmandje en kopen. Meer heb ik niet gedaan. Nou. We gaan hem eens openmaken. Eens even kijken. Zo. Oeh. Hij is nog beter dan ik dacht. Ik zie iets wat jullie nog niet zien. Kijk. Een digitaal display. Oeh, dat is wel heel fijn. Oh, dat is eigenlijk een compact ding. Dit is het. Kijk hier mijn hand. Het leek wel een radio. Zo groot is die. Maar nu ben ik eens benieuwd. Hoe goed of hoe slecht dat die is. Nou, hier is een klapje.
één onderdeeltje is al eruit gevallen. Ja, dan klikken we even terug erin. Hier zitten de attributen in die je nodig hebt voor een bal op te pompen of een autoband of een fietsenband. Nou, mooi. En hierbovenop zie ik dat je de druk in kunt stellen en aanblazen of een band op pompen volgens mij. Daar zit ook nog een zaklamp op, zie ik. Oh, dit is een ding. Ik had niet gedacht dat er zoveel op en aan zat. En hier zitten slangen. En hier zitten compressorslangen. Nou. We gaan direct een accu pakken en gaan kijken hoe die werkt. Ja, ik heb alleen maar 4 ampère accu's en 2 ampère accu's. Ik denk dat je met 4 ampère moet gebruiken. Ik ga dat nog niet eens lezen, die handleiding. Het is een compressor, hè. Dus, nou. Hier aan de andere kant zit dat vak. Dan kan je dus die accu inschuiven. Kijk, dan steekt die accu uit. Ik denk, ik zal eens een 2 ampère pakken. Dit is een 2 ampère accu. Kijk, met een 2 ampère accu is die mooi vlak. Dus, misschien als je een luchtbed op moet pompen, is die 2 ampère genoeg. Maar we pakken nu even de 4 ampère en dan steekt die uit. Niet veel, maar een beetje. Nou. We gaan hem eens aanzetten. Nou, we zetten hem aan. Oh, dat is ook nog helemaal verlicht. Kijk hier, 4 bar. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Je kan gewoon... bar. Plus en min. 4 bar. Min. En ik weet niet als je hem vasthoudt, oh, dan gaat hij sneller. Als je hem omhoog houdt, gaat hij ook sneller. Ik weet niet hoe je hem omzet van PSI naar bar. Oh. Oké. KPA, PSI en bar. Oké, hier doe je dat mee switchen. Dus die drie dingen wat hieronder staan, die gelden voor de aan- en uitknop. Ik denk als je de uit- en uitknop vasthoudt. Gaat hij dan uit? Nee. Oh, dan reset je de waardes. Ook nog als je hem langer vasthoudt. Ja, het zal wel in de handleiding staan, maar dat interesseert me niet zoveel. Zo, nou. Eens kijken, lampje. Op. Oh, kijk eens hier. Het is natuurlijk niet heel veel licht. Maar in het donker zal dat genoeg zijn voor eventjes te vinden waar je slang moet aankoppelen. Dus je hebt ook nog een zaklamp bij je, hier. Dus nou ja, leuke gadget, voor erbij. Nou, en verder. Hebben we hier een schakelaar. Dat is natuurlijk zo'n klein compressortje wat je normaal ook bij je auto hebt. Zit hierin. En de luchtpomp. Oh, dat werkt ook nog goed. Ja, en meer zit er niet op. Dus, nou. Ja, grappig. Nou, hier kun je die slang eruit pakken. Hier is een mondstuk, zie ik hierin. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dan zal hij wel vacuüm trekken. We zullen hem eens laten lopen. Ja. Dus dan kun je je luchtbed mee vacuüm trekken. Of in mijn geval mijn subplank. En hier kan je dat slangetje opdraaien. Is bajonetsluiting. En dan kan je die gewoon hier... opsteken en draaien. En dan zit hij vast. En dan heb je gewoon... heb je gewoon lucht. Ja, echt top.
Kwaliteit, matig van dit slangetje. Maar oké, ik denk als je er voorzichtig mee omgaat, dat je er heel lang plezier mee hebt. Of van hebt. Zo, is ook goed wat terug erin te duwen. Ja, het gaat wel. Moet ik nog even mijn draai in vinden. Kijk, het past er nog niet helemaal meer in. Had ik maar gekeken hoe het erin zat. Zo. Zo zit hij erin. Mooi. En hier zit de slang voor een band op te pompen. Oeh, dat is best wel een lang slangetje, zie ik. Oep. Nou, ik zet de camera wat verder weg, dan kunnen jullie zien hoe lang de slang is. Nou, de slang is best wel lang. Ik denk een 80 centimeter. Maar we kunnen dit even meten, voor de zekerheid. ...70 centimeter is die slang. Maar genoeg voor aan te koppelen aan de auto. En het voordeel is, waar die slang zit hier, daar zit ook de lamp. Dus je kan toch die compressor neerzetten en dan toch hem aansluiten voor een band op te pompen. Ja, perfect. Nou, voor de mensen die het nog niet opgevallen was. Ik heb een quad. En die quad, die moet af en toe al band opgepompt hebben. Huh? Nou stel, je weet niet wat de druk is. Er staat PSI, 5.0 PSI en KPA, 35.0 KPA en 0,35 KGF CM vierkante centimeter. Ja, en je weet het niet. Ik weet dus niet hoeveel bar dat het is. Tenminste, dan zou ik het moeten omrekenen. Maar ik pak eens even die 5.0 PSI. Dan kan ik gewoon op die compressor 5 PSI instellen. Dus ik zal jullie dat eens laten zien. Nou, dan zetten we hem aan. En dan geeft hij 3 0 bar aan. En dan ga ik naar PSI. En dan kan ik hier, kijk, ik begin al direct met 47. En ik moet er 5 hebben. 5 PSI. Oeh, stelt hij dat nou in? Ja. 5 PSI. En dan gaat hij nou weer naar 0. En dan gaan we nou aansluiten hier. En dan gaan we dit aansluiten, dat ding. En dan zie ik dat er 8 PSI in zit. Te veel. Dus we laten er eens wat uit. Door die los te laten kan je hem leeg laten. Dan zet ik hem weer erop. Dan zit er 7 in. Nou, we laten die band dus helemaal leeg lopen. Even kijken, 5 PSI. Vier PSI. Nou, dan gaan we nu hem oppompen, want we hebben gezegd 5 PSI. Oh, nou stopt die al. Oeh, dat heeft hij wel snel geregeld. Ik denk dat dat te moeilijk is, zo'n lage druk voor die compressor. Ja, we gaan het nog eens uitproberen door hem wat leger te laten, die band. Hij stopte wel. We zullen hem eens naar 8 zetten gewoon, dat is misschien wat makkelijker. Hij stopt eerder. Wel heel raar dat hij al eerder stopt. Misschien dat het een verkeerd voorbeeld is voor met zo'n lage bandenspanning. Deze quad te pompen. We zullen die eens op wat hoger gaan zetten. Maar ja, op 8 heb ik hem toch ingesteld.
Nou, we zullen hem eens op 17 zetten. Of 18. Daar zit het probleem. Kijk, de druk is wat hoger. En dan stopt die wat eerder. Ja. Stopt hij. Nou, top. Jullie zagen wat ik deed. Ik deed even de druk wat verminderen. Anders vliegt me de band om de oren. Dus, maar als ik hem minder zet, wordt dat niet minder de druk. Dus, en hij was 8. Dus, ik zet hem weer terug op 8. Ik moet zeggen, dat gaat wel goed zo. Top! Dan heb ik 8 PSI erin. Nou ja. Maar op die 5, zo laag gaat het niet. Dus ik zou dat bij een autoband moeten uittesten. Maar ja, ik heb nog even geen autoband hier. En ik ben dit midden in de nacht op het nemen, om 1 uur s'nachts. Dus de buurt zal daar niet zo blij mee zijn. Dus, maar in ieder geval, het werkt perfect. Hij staat trouwens nog steeds te pompen. Hey, als die eenmaal uit is, gaat hij ook niet meer aan. Dus als je zegt, ik klik hem eraf, dat hij weer begint te lopen, die compressor. Dat is niet. Kijk maar, hij blijft nou uit. Dus, super. En nu als je hem uitzet en weer aan... Dan loopt hij weer. Nou, aansluiten is heel simpel. Klaar. Nou, als je hem aangesloten hebt, zie je de druk. Dan moeten 2,5 bar moeten ze zijn. Dus we stellen in 2,5 bar. En dan zetten we hem aan. En dan stopt hij bij ongeveer 2,5 bar. Nou, perfect. Ja, dit was de video over de Parkside compressor. Dus ja, het bevalt goed. Wat jullie gezien hebben, dat heb ik een paar weken geleden opgenomen. En dit is de dag voordat jullie deze video zien. Dus ik heb die dus al een tijdje in gebruik. Ik heb er wat fietsenbanden mee opgepompt. De quadband heb ik een keer opgepompt, dat hebben jullie gezien. De autobanden heb ik een keer opgepompt. De camperband heb ik al een keer bij gepompt. Fijn, allemaal dezelfde druk. Er zit dus 1/10 verschil in, heb ik gemerkt. Dus als je dat weet, zet je gewoon 1/10 hoger. Quadband is wat moeilijker. Dus is wat moeilijker om te doen. Nou ja. Luchtbed heb ik er nog niet mee opgepompt, ben ik heel eerlijk in. Maar ja, ik heb zo'n heel goedkoop ding van 9 euro. Dat maakt hetzelfde geluid, komt hetzelfde lucht uit. Dus ik neem aan... Het ziet hetzelfde uit. Ik denk dat daar gewoon zo'n luchtpompje van 9 euro in zit. En hier zit zo'n 12 volt compressortje in wat je kan kopen. En daarom kom je ook een beetje aan die prijs uit. Ik vind het best goedkoop. Als je kijkt. Nou, er zit geen accu bij. Dus die moet je nog zelf kopen. Dus zit je op een flat en je hebt geen plaats voor een grote compressor. Dit is ideaal voor ergens tussen te duwen. Ja, dit is hier koud. Dus ja, die kan je makkelijk opbergen. Die is ook best licht. Ik denk dat die... even ervan afhalen.
Ik denk dat die drie accu's weegt. Dus ja, mooi ding. Dus nou, hoe lang dat de accu mee gaat, ja, weet ik niet. Ik heb met één accu heb ik dus vier banden bijgepompt. Die quadband bijgepompt. Eén fietsenband gepompt. En wat jullie gezien hebben op de video. En die was nog niet leeg, die 4 ampère accu. Dus hij gaat best wel lang mee. Dat vind ik trouwens ook van het koffiezetapparaat. Daar kan je 2 mokken mee zetten. Dan zijn de accu's gewoon gloedheet. Bij dit ding is dat niet. De accu wordt niet heet. Dus niet dat jullie denken dat die echt heel snel de accu leeg trekt. Nee, dat valt nog wel redelijk mee. Dus, nou. Ja. Verder niks gedaan. Kniestuk heb ik wel gespoten. Alles ligt onder de stof hier. Medeapparatuur, alles. Ik krijg gewoon een hele hoop werk om dat eigenlijk om dat op te ruimen. Ik laat jullie dadelijk na de video nog even met de camera zien hoe het geworden is. Maar dit is nog niet het eindresultaat. Ik heb die gewoon eens in de grondlak gespoten. Voor te zien waar nog plamuur erop moet. Dus ik heb hem al 1 keer geplamuurd. Dat hebben jullie meen ik ook al gezien in de video. En ik heb hem 1 keer gespoten. Dat hebben jullie niet gezien. Maar dat zien jullie dus nu. Ja, ik ben nog steeds druk bezig met de camper. Met de kitnaren. Maar ik had deze video, die kwam ik nog tegen. Ik denk, hey, anders hadden jullie deze week geen video gehad. Ik denk, over de compressor. Ik denk, dat zal ook wel mensen leuk vinden. Dus heb ik deze video gemaakt. Dus het was een hele luchtige video. Dus, nou, vergeet niet te abonneren en belletje aan te klikken. En dan zeg ik weer, zoals ik altijd zeg, tot de volgende. Dag, dag.